Amsterdam op het Museumplein. En ik ga op bezoek bij de ontwerper van het nieuwe KLM damesuniform. Hij werkt in dit prachtige pand en zijn naam is Mart Visser. Dag Mart, ik ben Leonie. Dag Mart. Leuk dat ik me Mart Visser heeft de afgelopen jaren een indrukwekkend oeuvre opgebouwd. Hij is erin geslaagd om haute couture in Nederland een nieuwe jonge uitstraling te geven met een modern en spraakmakend gezicht. Zijn talent en vakmanschap heeft hij nu gebruikt voor het nieuwe uniform voor de KLM-dames van In-Flight Services, Ground Services, KLC en de Vrouwelijke Vliegers. Mart, er zijn straks 11.000 KLM-vrouwen die jouw uniform gaan dragen. Hoe begin je aan zo'n opdracht? Kijk, ik hou van vrouwen en ik vind het leuk om vrouwen op een voetstuk te plaatsen. En als ik als ontwerper ga zeggen van jullie werken 4-5 dagen voor de KLM... en jongens, dit is de hanger, ga dit maar dragen, want dit heb ik als ontwerper voor jullie bedacht. Ik denk niet dat gaat werken. Dus ik heb echt iets bedacht waardoor hopelijk al die 11.000 vrouwen het gevoel hebben van... nou, dit is een ontwerper en die heeft erover nagedacht hoe dat bij ons bewegen. Dat wij inderdaad al die handbagage bovenin moeten kunnen doen. En dat we met min 4 wegvliegen op Schiphol en plus 30 in de Caribbean eruit komen. Dat we ook nog goed uit moeten zien, we ons er lekker in voelen. Dus kortom, ik ben heel erg op, bijna bovenop die draagster gaan zitten. Om te gaan kijken van hoe krijg ik dat lijf, de borsten, de taille, de heup... in welke mate dan ook, toch goed in een pak wat dan ook weer mijn signatuur kan dragen. Ik heb een scherp puntrevers gekozen. Wat ik heb door de hele lijn heb doorgevoerd is een mooie schuine schoudernaad die we doorstippen. Hij heeft 3 knopen. Ik heb een goed gerend rokje eronder gezet. Nou ja, het moest natuurlijk KLM blauw worden, daar ontkwamen we niet aan. En ik denk dat, als dat ook niet de opdracht was geweest, van als ze hadden gezegd van maak de kleurkeuzes vrij, had ik ook het KLM blauw genomen. Omdat ik het zo sterk vind als statement. Dat ik, ja, weet je, ik denk iemand die niet kan lezen of schrijven herkent nog de kleur KLM en het logo. Dus dat vind ik zoiets sterks. En ik vind juist in de tijd als deze dat je dat moet zien te behouden. Met fusies, overnamen en dan juist nu staat de KLM zo sterk, 90 jaar. Prachtig, het oude logo weer teruggehaald op een zo'n vliegmachine. Zag ik toevallig vanochtend nog op Schiphol. Prachtig, leuk om te zien. Een hele nieuwe identiteit waar ze mee bezig zijn. Een nieuwe uniform vanaf oktober. Nou, het is een leuk jaar, mooie dingen. Dan hoort dit gewoon absoluut bij. Goede pantalon erbij, mooi strak, ingeperste vouw. Zoals het netjes heet, aan de zijkanten van de knie ietsjes geknepen. Waardoor je gewoon een hele mooie shape ook in het been krijgt. Even terug naar het jasje. Het leuke ervan is dat hij aan de achterkant iets afloopt. Waardoor hij dus net de onderste laag van de billen ook bedekt. En dit is gemaakt naar aanleiding van feedback van alle collega's, ook de grondcollega's. En... Nou, het liefst was ik natuurlijk zelf over Schiphol gaan lopen met mijn eigen vragenlijst. Ja. Maar aangezien we dit geheim moesten houden, dat ging dus helaas niet door. Ja. Maar ik heb gewoon van de hele werkgroep ontzettend veel feedback gekregen. Wat ze wel willen, wat ze pertinent niet willen. Wat slechte items voor ze waren, wat ze echt misten. Nou, dat is ook zo'n dik pakket geweest. Dus ik wist precies hoe door alle 11.000 vrouwen ongeveer gedacht werd van hoe het nieuwe uniform eruit moest gaan zien. De nieuwe wintermantel, die is goed getailleerd. Een prinsessenlijn, iets gerend, een prachtige kraag erop. Waardoor je, als je hem open hebt staan, iets meer naar buiten valt. Waardoor het echt gewoon een mooi diepe V geeft. En als je hem dicht draagt, is hij dus echt tot hier. Capuchon erin. En ook nog een keer een uitknoopbare voering. Ik ben er heel blij mee. Ik ben benieuwd wat de collega's ervan vinden. En ik wil je heel erg bedanken dat je nu alvast een kleine blik voor ons hebt weten te werpen. In wat we gaan krijgen straks. Graag gedaan. Dank je wel.